Onze club van vandaag bevindt zich in de kop van Zuid-Beveland. En Wemeldingen bestond vorig jaar 75 jaar. Genoeg te bespreken dus. En ook over het clubicoon, want die was hier al op zijn 16e vertrokken. Hans, jij bent voorzitter van Wemeldingen. Nou zag ik buiten een vlag hangen met 1940, dus jullie hebben het 75 jaar bestaan er net op zitten. Ja, dat hebben we vorig jaar gevierd, dus een groot feest geweest. En we zijn nu nog met de afronding daarvan bezig. We moeten het jubileumboek nog afmaken. En dan hebben we dat achter de rug. Ja, en hoe zijn die 75 jaar geweest in een notendop? Ja, dat is natuurlijk met vallen en opstaan gebeurd. Dat is zo met alle verenigingen en alle vrijwilligers waar je mee te maken hebt. En met het dorp en de omgeving waar je mee te maken hebt. Maar op zich heel positief. Hoe staat de club er nu voor? Ja, we denken wel goed. We zijn een groeiende vereniging nog steeds. Ondanks dat er allerlei berichten komen in de media dat de jeugd afneemt. Maar bij ons neemt het eigenlijk alleen maar toe. Hoe komt dat? Iedereen heeft interesse in de voetbal. Of wij zijn zo'n gezellige vereniging. Dat kan ook natuurlijk. En vind je dat, dat zo is? Tuurlijk, anders samen niet zo lang lid blijven. Nee. Nou is dus... het eerste speelt vierde klasse op zaterdag. Vinden jullie dat hoog genoeg? Want veel lager kan niet eigenlijk, hè? Nee, maar goed, ja. Als we niet meer talent hebben, dan is dat het hoogste wat je kan halen. Het is natuurlijk leuk dat je een paar jaar in derde klas mee kan doen. En dat je dan natuurlijk een aantal derbies hebt. Maar ja, goed, als het niet zo is, dan is het zo. Jullie hebben ook een profvoetballer voortgebracht, John Karelsen, de keeper. Worden jullie daar nog vaak aan herinnerd of zien jullie hem nog vaak hier? Ja, John die komt nog regelmatig hier, zoals we bijzondere evenementen hebben. En net als vorig jaar bij 75-jarig jubileum. En alle contacten die we hebben en nu die natuurlijk bij Goes speelt of trainer is, dan zien we hem ook nog wel... regelmatig in het dorp. Ja, zijn jullie trots dat jullie keeper NAC en zelfs Newcastle United heeft gehaald? Ik denk het wel, anders hadden we hem niet tot icoon van de vereniging benoemd. Dus dat is perfect. Ja, die zien we later dit programma nog voorbij komen. Ja. De toekomst van Wemeldingen, hoe zie je die? Nou, ik denk dat aan de ene kant qua voetbal wel rooskleurig. Het punt van vrijwilligers, dat blijft natuurlijk aan alle kanten een probleem wat we in de komende jaren op moeten lossen. Dat is van levensbelang voor een dorpsclub als Wemeldingen. Ik denk het wel. Dus ja, we moeten proberen het gezellig te houden. En de jeugd of de jongelui die nu in de senioren voetballen ook weer voor een bestuursfunctie en voor de vrijwilligerstaak beschikbaar te krijgen. Piet Oosterlee, supporter van Wemeldingen. Hoe lang al bij deze club? Ja, supporter, vrijwilliger, lid, noem maar op. Maar ja, manisje van alles. Ze hadden u op alle posities in het programma kunnen zetten. Dat klopt. Ik ben dit jaar 50 jaar lid van deze vereniging. Dus vroeger mocht je met je 10e jaar beginnen met voetballen in de C's. Dus toen ben ik ook begonnen en ik ben inmiddels 60, dus reken maar uit. Wat maakt deze club zo mooi voor u? Nou, het saamhorigheidsgevoel. Je bent hier een vereniging waar iedereen gelijk is. Of je nou in het derde speelt of in het eerste. Alles zit door elkaar in de kantine. Iedereen die heeft contact met elkaar. En dat vind ik het leuke van deze vereniging. Ja, bent u dan ook een supporter die ook voor alle teams er is? Ik ben er voor alle teams, ja. Meestal ga je dan met het eerste mee natuurlijk. Maar als het tweede of derde thuis speelt, dan ben ik hier net zo goed. En die jeugd, 's morgens, dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja, en de jeugd is goed bezet, hebben we van de voorzitter gehoord. De jeugd is goed bezet, ja. Bijna alle categorieën. Voor de winterstop hadden we alles. Nu zijn de beesten eruit gehaald, omdat er gaten vielen in andere elftallen. Maar ja, we hebben een ruime jeugd hier. Ja. Zelf ook nog gevoetbald? Zelf gevoetbald, ja. Maar helaas, wegens een knieblessure voortijdig moeten stoppen. Dus ik heb nog wel het eerste elftal gehaald, maar een paar jaar maar eigenlijk. Ja, begreep ik dat het voor een supporter van Wemeldingen die op een kampioenschap wacht al even duurt. Dat duurt al een hele tijd, ja. Toen ik lid geworden ben in 1966, had Wemeldingen zijn laatste kampioenschap. Dus toen werd u lid, toen dacht u dat zal hier elk jaar wel zo gaan? Ja, daar was ik eigenlijk lid voor geworden. Maar goed, ik ben er nu 50 jaar en ik heb geen kampioenschap van het eerste elftal meegemaakt. Hoe komt dat nou toch? Ja, geen idee. De laatste jaren wordt het wel steeds moeilijker, want in die vierde klas komen steeds zondagploegen terug die al redelijk hoog gespeeld hebben natuurlijk. Ja, dit jaar SCS, Johan Mond, dat soort teams. Axel, niet te vergeten. Ja, dat klopt. En,
Maar daarvoor zijn we een aantal keren heel dichtbij geweest. Op de laatste dag verspeeld tegen Spui hier. Dat was helemaal een grote domper. We hadden maar een puntje nodig en dan verlies je zo'n wedstrijd. Ziet u het nog gebeuren? Nou, voorlopig even niet. Maar ik hoop dat er in de toekomst, als die jonge gasten weer een beetje het elftal kunnen dragen, dat het dan nog een keer ervan komt. Ja, dus voor wie denkt dat ze bij Feyenoord in Rotterdam al lang wachten, die moeten maar naar Wembley kijken. Nou, daar moet je het maar even niet over hebben, over Feyenoord Rotterdam. Want, daar wachten we ook nog op. Daar wacht ik ook nog op, nou, ja. Veel sterkte dan. Oké, dankjewel. Tijd weer voor het kliko schieten. De afgelopen weken wordt er flink gescoord. Dus Chris, we verwachten van jou ook wel wat. Ja, ik heb begrepen dat de topscore 150 is. Dus die gaan we verbreken dan, hè, vandaag. Oh, nou, dat is ambitieus. Ja. Want zoveel valt er met het eerste elftal bij Wemeldingen de afgelopen jaren niet te juichen, toch? Nee, ja, het laatste jaar sowieso niet. De degradatie weer terug naar de vierde klas. Maar het jaar daarvoor, derde klas, hebben we het eigenlijk heel goed gedaan. En dat is voor dit jaar met de jonge selectie wat lastig. Maar volgend jaar moet dat wel weer de ambitie zijn om daar terug naartoe te gaan. Ja, je voetbalt al heel wat jaren in het eerste, dus derde klas ook meegemaakt. Is dat leuker dan de vierde klas of niet? Ja, absoluut. Het spel is leuker, het gaat sneller. Het verschil is kleiner, vind ik zelf, tussen de ploegen. En het is gewoon wat meer competitief wedstrijdvoetballen. Dus, ja. En jullie hebben in die vierde klasse last van die clubs die dan van de zondag naar de zaterdag komen en alles winnen, zoals dit jaar RCS. Absoluut, ja. Dat is altijd lastig als je tegen dat soort clubs erbij komt. Dan is een kampioenschap lastig, maar we hebben altijd de periodes nog om te promoveren als dat volgend jaar weer zo zit. Dus de ambitie is er in ieder geval. Absoluut, ja. Ambitie hier dus eerste plaats halen? Ja. Nou, veel succes. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Ja, begin is goed. 25. Staat een flink windje. Oh, waait hij erin? Ja, 50. Dat is 75. Je bent op de helft. 100. Ja, je hebt geoefend, hè? 125. 50 is het record. 25 is gelijk aan de records. Ja. Oh! Goh, wat zat je er dichtbij, Chris? Ja, die zat er bijna in, maar helaas. Telde je hem al? Ja, ik zag hem in die 50 stuiteren, maar er staat nogal een windje, dus ik denk dat hij er net uitwaaide. Toch in top van het klassement. Succes in de competitie, hè? Dankjewel. Yo. Wat zat hij er dichtbij, Chris? Dit had eigenlijk een beter lot verdiend, maar het kliko schieten is keihard. Geen eerste plaats dus voor hem, maar wel een mooie notering in onze top 10. John Karelsen, wij hebben in dit onderdeel altijd mensen die misschien wel 1000 wedstrijden voor een club hebben gespeeld en daarom clubicoon zijn. Vorige week hadden we er nog zo een. Hoe lang heb jij bij Wemeldingen gespeeld? Tot mijn 16e jaar. Ja, toen ben ik naar NAC gegaan. Ja, en daarna een mooie profcarrière gehad. Ja. Wat voor herinneringen heb je nog aan deze club uit dit dorp? Nou ja, hele goede herinneringen natuurlijk, want die hebben dusdanig in mij willen investeren dat ik het niveau heb gehaald om profvoetballer te worden. Kijk, en dan moet je altijd maar afwachten bij een amateurclub of mensen dat willen. Nou, ik had gelukkig een trainer hier, Tony van der Linden, die wilde echt volle bak met me trainen, zo vaak ik wilde. En dat heeft me zoveel beter gemaakt met als resultaat dat ik bij NAC kon komen. Ja, voor jou was het niet nodig om voor je 16e bij Wemeldingen weg te gaan daardoor? Nee. Nee, kijk, ik heb me hier gewoon heel goed kunnen ontwikkelen en dan kom je in een Zeeuws elftal en dan raak je in beeld. En zo ben ik eigenlijk bij NAC terechtgekomen. Dus ja, deze club ben ik gewoon hartstikke dankbaar voor wat ze voor me gedaan hebben. Ja, heb je daardoor nog een band met de club? Jawel, dat blijft natuurlijk wel. Alleen als je profvoetballer bent, dan verwatert dat ook een beetje. Want ja, je gaat niet op zaterdagmiddag langs de kant staan als je s'avonds moet spelen. Dat doe je gewoon niet. Dus het is wel een beetje verwaterd in de tijd, maar ik kom hier nog graag op. Ja, vorig jaar was hier een reunie. Ik heb begrepen dat jij daar ook bij was. Hoe was dat? Ja, supergezellig. Allemaal jongens waarmee ik en heb gevoetbald en op school heb gezeten. Ja, dat was weer ouderwets. Hartstikke leuke avond. Wedstrijd gespeeld met Oud-NAC tegen Wemeldingen. Dus een hele leuke dag geweest. Nou ben je dit seizoen trainer van Goes hier vlakbij. Betekent dat je weer vaker in Wemeldingen komt? Ja, ik kwam hier toch al wel regelmatig weer, hoor. Want mijn moeder woont hier nog, dus mijn vader is vorig jaar overleden. Dus ik ben hier best vaak geweest de afgelopen tijd. Maar ja, het is nu 4 keer in de week naar Goes, hè. Dus het is hartstikke leuk. Ja, ik ken het natuurlijk van vroeger allemaal, dus ik
kom je graag. En hebben die mensen Wemeldingen jou ook gevolgd toen je bij NAC zat, toen je bij Newcastle zat? Heb je altijd wel die band gehouden eigenlijk? Jawel, tuurlijk. Je houdt altijd wel contact met mensen. En je komt mensen tegen of ze komen kijken. Of Hans van Klink is regelmatig bij NAC geweest, ook uit het oogpunt van sponsoring. Dus die zag ik regelmatig. En ja, je houdt altijd wel een band. Alleen het is wel moeilijk om dat te onderhouden als je echt in het profvoetbal zit. Ja, ze zeggen altijd echte goede voetballers of keepers moeten zo snel mogelijk weg bij hun amateurclub. Jij bent misschien wel het bewijs dat dat niet per se hoeft. Ja, maar die tijd is wel een beetje veranderd natuurlijk. Hè. Kijk, vroeger kon het dat je later in het profvoetbal rolde, dat je dan gewoon goed kon worden in het profvoetbal. En nu word je al gescout, je wordt bijna als zaadcel al gescout, want zo erg is het tegenwoordig. Dus nu worden alle talenten worden weggepikt en op de tiende jaar al bij profclubs gestald. Dus die tijd is heel erg anders geworden. Maar jij bent blij dat je tot je 16e bij deze club hebt kunnen spelen? Ja. Vooral wat ik hier heb kunnen doen aan ontwikkeling als keeper. Ik stond ook al heel vroeg in het eerste hier, dus dat heeft allemaal meegeholpen om een bepaald niveau te halen. Ja. Dit is Team Wemeldingen met van links naar rechts Amy van Velzen, 10 jaar van de E1. In het midden nog een Amy, maar dan Amy de Graaf, ook 10 jaar en ook van de E1. En rechts staat Tom Meiboom, 10 jaar en ook spelend in de E1. 3, 2, 1, start! Kom aan Amy! De ronde door. Oh, even terug. Geef niks. Heel goed gedaan. En die kant. Ja, eromheen. Heel goed. Aanmoedigen mag wat harder hoor. Ja. Goed zo, Amy. Neem de tijd. Rustig kijken. En. Ja, gelijk raak. Heel goed, Amy. Yes. Woe. Kom aan, Tom. Dat kan jij ook, hè? Goed beginnen hoor, voor Team Wemeldingen. Tom, rustig kijken. Ja, even neerleggen. Oh, dit is een hele goede tactiek hoor. Rustig kijken en... Oh, raak! Ongelooflijk! Dat zijn er al twee. Hé, lekker Tom. Goed, jongen. Ga door, Amy. Nou, jij, hè? Ja, die hebben over de tactiek nagedacht. De tijd vinden ze niet belangrijk, maar de score is wel. En wat doet Amy? Oh, jammer, Amy. Ja, nou, nog eentje erbij en jullie zijn al recordhouder, hè? Kom op. Goed zo. Aanmoedigen, kom aan! En... Oh, jammer! Kom aan, Tom! Goed zo! Je kan het, dat heb je net laten zien. Nog een keer. Dit wordt hem, denk ik. Weer dezelfde tactiek, rustig kijken. En... Oh, jammer! Nou, Amy! Doe je best. Gaat Team Wemeldingen het record pakken? Dat gaan we nu zien. Amy die. Ja, hij valt erin. Terugrennen. En gestopt. De tactiek van Wemeldingen om het rustig aan te doen heeft uitstekend gewerkt. De tijd is niet snel, maar als eerste 3 raken schoten. En dus de koppositie. En dat is iets om heel trots op te zijn. Nou, een toptijd was het niet, meisjes en jongen, maar als eerste team 3 raak en dus de eerste plaats. Applaus, hè? Goed gedaan. High five, Tom. High five. Yes. Dag, Ko en Freek. Hallo. Vrijwilligers, hè, van de Wemeldingse club hier. Jawel. Wat zijn jullie aan het doen, Ko? Ja, we zijn hier netjes aan het voorzetten. We hebben morgen hier net gemaakt. Aanzet. Omdat Wemeldingen zo vaak scoort of niet? Wemeldingen scoort vaak. Oké, tegenstander ook wel eens, begreep ik. Ook wel gebeuren. Gebeurt ook wel eens. Oké, en dat doe je met een soort clipjes, Freek? Ja, dat klopt. Hier heb ik er nog één voor hier, je. Nee, ik heb ze vast. Oh, coercie. Oh ja, en dan clip je ze erin. Ja, die wippen we even andersom. Zijkant, dan erin. Is dit het enige wat jullie doen bij de club, Freek, of is er meer? Nou nee, er zijn wel meer dingen. Wat dan? Die we nog doen, de ballen vangen, eventueel reclameborden, schoonmaken, ophangen. Van alles? Alles eigenlijk, alle voorkomende werkzaamheden. Is er bij Wemeldingen altijd wat te doen, Ko, eigenlijk? Ja, kan je vrije tijd voor besteden, hoor. Ja? Je hoeft niet stil te zitten thuis. Je hoeft niet stil te zitten. Nee, joh. Je hoeft altijd wat te doen.
Zal ik ook nog iets doen? Wil je ook nog iets doen? Ja? Durf je op het trapje? Ja, tuurlijk. Oké, dan doe je die bovenste. Ja, dan doen we meestal onder 4 gaatjes. 1, 2, 3, 4. Onder 4 gaatjes? Ja, oh, ja. En dan dit erop? Hierop. Op die grote natuurlijk, ja. Ja, die rode. Ja. Dan alles draaien en dan weer tussen te klemmen. Oh ja. En waarom heb ik deze dan vast eigenlijk? Om terug te draaien. Om draaien. Oké. Die krijg je helemaal te moeilijk in. Oh ja. Wil je die even vasthouden? Wat? Oh, ja, dat clubje. Oké. Sta ik een beetje een leuke club hier, Freek, of niet? Ja, hartstikke leuke club. Ja? Gezellig? Zeker, ja hoor. Ben je hier vaak te vinden? Ik ben hier vrij vaak te vinden, ja. En altijd bezig dan? Of mag je ook wel eens aan de bar zitten? Ook wel eens. Oh, ook dat mag wel eens, ook. Tuurlijk. Nou, het is wel lastig, hoort er ook een beetje bij, hè? Ja, dat hoort erbij, ja. Zeker de lastige kruij. Ik denk dat ik het bij die ene moet laten. Want ja, zie je al, we beginnen het al. Hè. Moet nog meer doen, hè? Ja, oké. Okay. Kun je het even kijken, ja, of het goed is? Go. Kijk even, Ko, want of je tevreden over me bent. Nee, ik ben niet tevreden over je. Nee? Nee. Ik dacht, dit is een makkie, maar ik heb nu wel gezien dat dit echt specialistenwerk is. Ja, dat bedoel ik. Succes. Okay. Hey, dankjewel. Hey, meer bedankt. Zit er niet in voor mij, mannen. Nee, wij doen de rest. Fijne avond, hè? Oké. Okay. Strafschoppentijd, vorige week in Zürich C, 5 van de 5. Dus ik zie een beetje knikkende knieën hier bij Tim. Of komt het van de kou, Tim? Ik denk dat het door de kou komt. Oké. Okay. Ja. Hoe lang kiep je al in het eerste van Wemeldingen? Eerste seizoen. Eerste seizoen, ja, oké. Okay. En bevalt het? Ja, zeker. Een beetje jammer van de vele tegendoelpunten nog, maar daar wordt aan gewerkt. Penalties ook al tegen gehad? Twee. En ging die erin? Ja. Eentje gehouden. Eén gehouden, ja. Oké. Okay. Nou, veel succes. Hartelijk dank. Hey, ik heet helemaal geen Tim hoor, jullie roepen altijd Tim, maar... Oh! Ah, toch eentje missen, Tim. Dankjewel, succes in de competitie. En jullie tot volgende week weer. 4, netjes.